Sherita Algo heeft er 18 maanden, zoals ze dat zelf aangeeft, onschuldig gezeten in de gevangenis. In de periode dat ze achter slot en grendel was, is haar ouderlijke woning afgebrand en daarbij is haar neefje dan ook om het leven gekomen als gevolg van de brandwonden die hij heeft opgelopen. Ze is er niet erop voorbereid op het leven na de gevangenis en vanaf 14 december 2022 leidt ze een zwerversbestaan. Vandaar dat ze dan ook haar verhaal heeft willen delen met de samenleving. Vandaar dat ze dan ook contact heeft genomen met TBN Prime Alert. We voeren nu naar het verhaal van Sherita Algo, die om privacyreden gevraagd heeft om haar gezicht niet te tonen. Ik wil aan de samenleving delen dat ik onschuldig in de gevangenis heb gezeten, 18 maanden. Waarvoor? Er is een inbraak gepleegd bij... waar ik blijf zeggen keer op keer aan de rechter... dat ik onschuldig heb gezeten. En de hoofdverdachte die de feiten heeft gepleegd... heeft bekendgemaakt dat hij die feiten gepleegd... met nog vier andere mannen. Maar ik ben die tipgever die niet op de waarheid berust. En hij heeft gezegd, degene die mijn naam heeft doorgespeeld... wil hij degene naam niet roepen. En werkt u zelf bij de carcenter? Ik heb 6 weken daar gewerkt. Ik ben ziek geworden... En ik dacht, ik had corona opgelopen. Ik had een bedrijf, auto, Toyota Ibsen gehad van het bedrijf. Daarmee ging ik aan het werk. Ik ben ziek geworden. Ik dacht, ik heb corona opgelopen. Ik ben een prikje gaan doen. Het was geen corona. Ik ging in een zonnerige werken. En op den duur kon ik mijn werk niet bezoeken. Het was een ingetrokken auto. Hij heeft me gebeld. Oké, ik kan voorlopig niet komen. Oké, maar degene, de eigenaar van die auto. Ze komen dus, ik moest die auto afzetten. Ik zei, oké. Kijk hoe je aan het werk gaat komen. En in dezelfde periode is er toen ingebroken? Maand juni is het ingebroken. En welk jaar? 2021. Oké. Ja. En ik heb gewerkt tot eind april. En alle vier verdachten werden toen aangehouden? Dat kan ik niet verklaren. Of ze... Een van ze heeft uw naam wel genoemd als tipgever? De hoofdverdachte heeft mijn naam wel doorgespeeld. Dat ja, ik ben de tipgever. Die niet op de waarheid berust. Ik bleef keer op keer zeggen. En heeft het ook in de rechtszaal geuit. Dat iemand heeft mijn naam doorgespeeld. En hij wil degene naam niet roepen. En uw vonnis is hoeveel geweest? 18 maanden? Mijn vonnis, een officier had me geëist 2 jaar, 4 maanden. Aftrek 6 maanden. En ik heb bijna 18 maanden gezeten. Waar ik een mededeling had gehad. Dat ik 15 februari naar de rechtszaal moet verschijnen. Maar op een of andere dag, 14 december, dan moest ik me klaar houden om naar de zitting te gaan. En naar de zitting geweest, de rechter had geen woorden. Ze zei me dat ze kent het verhaal en zo. Ik ben vrijgesproken. Ik moet alleen contact opnemen met mijn staatsadvocaat Amerikaan om weer naar de zitting te komen, maand februari. Ja, en ik heb net uw strookje gezien. U bent dus op 14 december op vrije voeten. En dat is nu het probleem. U weet niet waar u heen moet? Nee, helemaal niet. Mijn huis is in fik. Dat was een ouderlijk woning. Dat was van mijn moeder. Waar heeft dat gestaan? Ayawastraat 2. Achteraan was de Flora. Neefje slaapt door brandwond te komen overleden. Mijn broer is ook gebrand. Maar ik wil daar niet meer gaan. Om te kijken, alles is tot de grond. En waar maar, is uw broer? Ik zou niet weten. Geen contact gehad? Nee. En hoe oud was uw neef? Mijn neefje, 39. En hij is als gevolg van de brandwonden komen te overlijden? Ja. 7 juli heeft die plaatsgevonden. 14 is hij overleden, 21 begraven. Ja. Maar toen uw ouderlijke woning afbrandde, was hij toen waar? In de gevangenis? Ja, in de gevangenis. En u heeft het bericht toen gehad? Ja. En bent u dan geweest naar de begrafenis of crematie van uw neefje? Nee, hij is begraven, maar ik moest alleen naar het mortuarium gaan om afscheid te nemen. Dat had een majoor Paal geregeld, dat ik dat kan doen. Ik stel een zeer op prijs van hem, dat hij me toch de gelegenheid heeft gegeven, een paar keer heeft de gelegenheid gegeven, dat ik afscheid van mijn neefje kon nemen. Ja, en vanaf 14 december 2022, Sherita... tot vandaag, 17 januari 2023, waar slaapt u allemaal? Hier en daar. Ik heb geen onderdak. Bij wie? Familie, vrienden? Familie. Vriendelingen? Ja,
de vreemde, families willen niks van me weten. Ik ben gewoon afgestoten. En de reden daartoe? De reden dat mijn zus bij inspectrice Amsterdam heeft verklaard, door mijn lesbische leven ben ik afgestoten door de families. Ik ben gewoon open, eerlijk. Ja, ik kan niks aan doen, het is mijn leven. Ja. En u zegt, u bent ook, u heeft een partner gehad in Nederland? Ik ben getrouwd met mijn vriendin Shada in Nederland. En geen contact met haar? Even niet. Van later weet ik nog niet, maar nu even niet. Ja. Maar hoe verder dan met u? Want dat is nu de reden waarom u het interview doet. Ja, hoe verder met u nu? Nou, ik wil weten wat de stad voor mij gaat kunnen betekenen. Dat ik geen onderdak heb. Ik heb niets. Is het met resocialisatie geweest in de gevangenis? Niets hoor. Is eten, slapen. Niets. Niet voorbereid op uw terugkomst in de maatschappij? Nee, niets. Je wordt vrijgesproken, je komt, je pakt je bissen en je kan gaan. Verder niets. Zonder geld? Niets. Dus dan vraag ik me af, waar moet ik nu beginnen en waar niet? Ja. Waar heeft u de afgelopen dagen geslapen? Gewoon op straat? Ja. Ja. En u zei in het vorige gesprek, de kleren die u aan heeft. Hetzelfde in het gevangenis ook. Dat is gewoon uw uniform dus? Ja, dat moet ik zeggen. Elke dag gewoon dezelfde kleren? Hetzelfde. Ja. Waar baat u? Waar gaat u naar het toilet? Nou, als ik moet gaan, als ik daar moet slapen, doe ik mijn behoefte. Ja. Dat is het. En wat is uw rijkdom? Een mobieltje? Een zakdoek en een pak sigaret. Ja. En geld op zak? Helemaal niet. Wat heeft u gegeten voor vandaag? Een vrouw heeft eten voor me gekocht vandaag. Ja. Kijk, u hebt om privacyreden gevraagd dat uw gezicht niet komt. Nee, ik maar, niet maar richt u zich tot de staat. Wat wilt u ze vragen? Want u alleen weet wat op uw hart ligt. Wat wilt u ze vragen? Ik wil weten, ik wil een persoonlijk gesprek hebben met de president en de VP. Wil ik een gesprek hebben. Want zo kan het niet. Dat je onschuldig in de gevangenis wordt beland. Je wordt onheus behandeld. Ik ben onheus behandeld door een KD. Waar toen ze thuis, ik was bezig met de was. En ik zag plotseling iemand met een geweer. Hij zei dat ik kunt daar stoppen. Ik zeg, meneer, ik heb gekeld. Ik zeg, meneer, ik weet wat. Ik weet niks. Hij zei, ik kunt naar voren lopen. Toen ik naar voren ben gekomen, ik zag mijn broer en mijn neefje onderschot. Ze hebben gevraagd, waar is dat? Waarover gaat het? Waarover hebben jullie het? Want ik weet het niet. Waarover gaat het? Ik weet het niet. Ik wil weten. Ja, bigitakipe ammonide, want we gaan je mijn hoofd gedrukt tegen de muur. In boeien geslagen. Ja. En ik blijf keer op keer zeggen. Tot nu toe. Ik zit onschuldig. Ik heb onschuldig gezeten. Niemand anders kan dit doen. Dat mijn huis is in brand gegaan. Kan je niet doen. Niemand anders kan. Wat heeft de brandweer als brandoorzaak gegeven? Brandstichting? Brandstichting. En recherche van bureau Gersvleet. Ze hebben mij geroepen. Ze hebben gevraagd wie vermoed je. Wie zo. Want ze hebben een auto, een passo gezien. Ze konden die kentekenplaat niet achterhalen. Maar die velken wel. Ja. Die velken wel. Maar ze hebben gezien dat twee Hindoestaanse jongens waren op het erf. Twee keer gepoogd om te branden. De derde keer is gelukt. 3 uur in de ochtend, waar mijn neefje in diepe rust was. Ja. En de situatie waarin u nu bent beland, nooit eerder dit meegemaakt? Nee, dit maak ik voor het eerst mee. Voor het eerst in mijn leven. Dus in feite leidt u nu een zwerversbestand? Ja. De staat moet weten. Ik maak het duidelijk. De president moet weten. En de VP. Ik wil ze persoonlijk spreken, want dit kan niet. Maar is dat niet een beetje hoog gegrepen, de president, de vicepresident? Moet u misschien niet beginnen met de minister van Justitie en Politie? Ja, de minister ook. Ja, dat ook. Maar de president ook. Want dit kan niet. Dit kan niet. Dat waar ik keer op keer blijf zeggen, Eder Akbar, ik zit onschuldig, ik zit onschuldig. En als de hoofdverdachte hier verklaart dat ja,
degene die haar naam heeft doorgespeeld. Ik wil degene naam niet roepen. Dan vraag ik me af, waarom word ik nog aangehouden? Dat is mijn vraag. Het is nog steeds een vraagteken bij mij. Waarom? Dat wil ik weten. U hebt een telefoonnummer waarop mensen misschien u kunnen contacten voor mogelijk onderdak of misschien voor werk ook. Op welk nummer kunnen ze u bereiken, mevrouw Sherita? 81-47-012. Nog een keer. 81-47-012. Dank u wel.